is het begonnen, de koninklijke tour van de jubilaris koning Willem-Alexander. 10 jaar is die koning, ook op Rotterdam bestaat 10 jaar en daarom kun je alles hier volgen bij jouw lokale omroep. Koningin Maxima is erbij, prinses Amalia is erbij, prinses Ariane is erbij en nog veel meer leden van de koninklijke familie. Maar hoort u het op de achtergrond? Het is Surinaamse muziek en het is mooi Mita Kondansi en het is een heel belangrijk liedje op feestjes bij Surinaamse dames. Zie je ook die prachtig geklede dames. Er wordt zometeen een liedje gezongen nog en er wordt een gedicht voorgedragen. Ik ben dus op Curaçao geboren en als klein jongetje en meisjes gingen we naar het fort om Obade te zingen en de Wilhelmus te zingen. Als de koning dan misschien straks heel dichtbij komt en u kunt wat vragen, wat zou u het liefst willen zeggen of vragen aan de koning of de koningin? Laten we meer doen voor Rotterdam-Zuid. Ik ben vooral een grote koning-fan. En mijn broer ook echt heel erg. En wat vind je zo leuk aan de koning en de koningin? Dat we nog een koningshuis hebben, want heel veel landen hebben ook nog geen koningshuis, maar alleen maar een regering. Waarom ben jij hier vandaag? Om de koning te zien. Ga je nog iets tegen hem zeggen? Ja. Wat wil je graag zeggen? Dat weet ik nog niet, maar ik wil wel echt heel erg graag iets zeggen. Waarom zijn jullie zo prachtig aangekleed, dames? Nou, wij gaan zingen voor de koning. Wat gaan jullie zingen straks? Een heel mooi Surinaamse lied met een hele mooie betekenis en we gaan er gewoon een hele mooie dag van maken. Samba! Ik ga de koning zien en ik ben 10 jaar, 2013, jubileum. De koning is 10 jaar koning en ja, gewoon lekker taart bakken. 10, 10, 10, overal 10. En hier zien we een oude bekende, we onder meer Open Rotterdam, onze eigen Mercedes. Een hele mooie taart voor ons gebakken. En ik zie bij jullie kraampje ook wat staan. Wat hebben jullie gemaakt voor de koning, Mercedes? Ja, de verjaardagstaart voor zowel Luna als voor de koning. Met een kroon, met een 10. Want 10 jaar sinds de koning in 010. Oh, geef me een envelop. Wat is dit? U mag kijken. Wat is dit? Dit is een brief dat hij in een wijk is gekomen waar heel veel armoede zijn. En dat alleenstaande ouders die geen geld hebben, dat kinderen bij mij voor de deur staan, mag ik een ijsje, mag ik een ijsje? Kan je dat even overhandigen? Koningin Maxima geeft de jarige Luna een dikke knuffel en ook een kus en een knuffel van koning Willem-Alexander. Luna wordt vandaag 10 jaar, net als het 10-jarig jubileum van koning Willem-Alexander. Samen met Mercedes, winnares van heel Holland bakt en lekkere taart gebakken voor Open Rotterdam. Heeft ze een hele lekkere taart gemaakt voor de koning. De smaak is vanille sinaasappel. Luna heeft hem zelf geproefd en vond hem heel erg lekker. De koning kijkt wel alsof hij heel erg veel trek heeft in een stukje taart. Oh, en hij pakt nu de kroon op de taart, mag hij hem zetten. En die prachtige chocoladekroon is ontworpen door de jarige.